Een feestelijke dag voor het bestuur en de vrijwilligers van de Lonnekermolen. Want de molen is weer officieel van het dorp. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Er waren wat meningsverschillen tussen de verschillende partijen. Ook werd er brand gesticht door vandalen. Maar vanaf nu kijkt iedereen weer naar de toekomst. Wat er ook gebeurd is in het verleden, iedereen heeft altijd het beste voor gehad met de molen. Dat is nog steeds zo, want iedereen is er nog bij. Het was een beetje een hobbelige rit, maar we gaan er vandaag een streep onder zetten. Het is mooi zonnig weer en de toekomst van de molen ziet er ook echt zonnig uit. Echt vooruitkijken, want wat er in het verleden gebeurd is, is verleden. We moeten nu echt vooruitkijken, want het was alleen maar kostbare energie die we verspeelden aan elkaar een beetje afvangen van onbenulligheden. Dus we zijn blij dat dit een streep is en dat we vooruit kunnen kijken. De overdracht was eigenlijk in februari gepland. Maar juist op de dag van de overdracht staken vandalen de molen in brand. Gelukkig kon de molen worden behouden. Daarom is iedereen extra blij dat met het zetten van de handtekeningen de Lonnekermolen nu officieel van het dorp is. Het is natuurlijk een icoon van het dorp. Het is Lonneker erfgoed. En die molen heeft hier altijd gestaan sinds 1850. En daar gaan we gewoon de komende paar honderd jaar nog volhouden. Ja, de tijden herleven, zou je bijna kunnen zeggen. Voorheen was het de familie Blijdenstein, daarna was het de gemeente Enschede. En nu is het opnieuw de dorpsgemeenschap van Lonneker, die eigenaar is van onze Lonnekermolen. U begint helemaal een beetje trots van te glimmen. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook trots op, met z'n allen.